De maritieme sector is een van de fundamentele pijlers van de Surinaamse economie. Er is meer bewustwording over deze sector vereist, omdat het ons inzicht verschaft in de cruciale rol die de zee speelt in de economie en het milieu. De kernachtige mededeling van loods Ashok Kumar Baburam. De maritieme autoriteit Suriname, MAS, is de enige bij wet bevoegde autoriteit in Suriname met een loodsenkorps bestaande uit 13 heren. Een loods is de assistent van een kapitein en helpt bij het bevaren van de internationale schepen die via de rivieren aanmeren in de havens in Suriname. Baburam beschrijft het werk van een loods als een van de kernberoepen in Suriname vanwege de bijdrage die zij levert aan het helpen opbouwen van de Surinaamse economie. Alle spullen die via de waterwegen de Suriname aandoet, die worden dan in containers getransporteerd met schepen. En zo'n schip wordt dan beloodst door ons naar plaats van bestemming, waar dan de producten verder naar de winkels toe gaan, naar de consument toe gaan. Dit beroep is cruciaal omdat zij verantwoordelijk zijn voor het veilig beloodsen van schepen door vaak complexe en gevaarlijke waterwegen zoals rivieren, kanalen en havens. Ze zorgen ervoor dat schepen de juiste koers volgen om aanvaringen, milieuschade en andere potentiële rampen te voorkomen, waardoor de veiligheid van zowel de bemanning als het milieu wordt gewaarborgd. Om loods te zijn voor Suriname is dus een hele eer, meent Baburam. De loods is eenmaal 24 uur standby. We weten, we werken met getijden hier. Dus tweemaal eb, tweemaal vloed per dag. Dus we werken onbepaalde tijden per dag. Dus het is, in het begin is het wel een beetje wennen. Het is geen 7-3 werk. Loods zijn is, je moet je trots voelen van dat je daar bent om een handje bij te helpen in de economie van Suriname. Surinamers weten bitter weinig over de maritieme wereld, ondanks haar belangrijke rol, zegt de loods. Baburam hoopt met het verspreiden van informatie een verandering hierin te kunnen helpen brengen.